Maandag 10 juni bracht minister Stef Blok van Wonen een werkbezoek aan Nijmegen. Hij begon zijn bezoek in de Waalsprong en ging vervolgens naar Hatert. Met het project Ik Bouw Betaalbaar maakt Nijmegen ook voor lagere inkomens mogelijk een eigen woning te bouwen. Maandag werd daarvoor in het bijzijn van de minister het eerste koopcontract getekend. Vervolgens geven bewonersgroepen en woningcorporatie Thales een toelichting op de twee duurzame zelfbouwprojecten in de sociale huursector. Een bijzondere dag ook met het bezoek van de minister hier. Ja, hij wil zich laten informeren over de Waalsprong, over de woningbouw hier in, in Nijmegen. Maar hij is ook specifiek uh, geïnteresseerd in het zelfbouwproject wat we hier uh, zijn gestart met Plantje Vlaggen uh, en de Vosspels. Een speciale wijk waar uh, collectief en particulier uh, wordt gebouwd aan woningen. Uh, specifiek daarvoor ingericht deze wijk. En uh, je wil graag in contact komen met mensen die hier gaan bouwen. Dus het zelfbouw en dat zijn verschillende groepen, de meer generatie en de ecologische groepen. Die laten zo meteen zien wat ze hier gaan doen. Ja, u gaat het ook met de minister een, een koopcontract ondertekenen. Wat onderteken je dan precies? Ja, we hebben een, de, 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 de regeling Ik bouw Betaalbaar Nijmegen. Dat is een regeling voor zelfbouw voor mensen met een iets lager inkomen. Dus de ongeveer 30.000 tot ongeveer 45.000 euro inkomen. Die kunnen hier een woning bouwen. Ze kunnen een woning kiezen uit een catalogus. Dus een bouwboek hebben we daarvoor ontwikkeld. En uh, ze krijgen daar ook een soort starterslening bij. Dus dat uh, is heel erg interessant voor die mensen die tussen uh, wal en schip belanden. Hè, die te veel verdienen voor een huurwoning en te weinig voor een koopwoning. Die kunnen hier terecht en dan kunnen ze uit het boek een woning uitkiezen. Ze kunnen nog samen met de architect kijken of ze de woning kunnen aanpassen of niet. Nou, dat is hartstikke interessant. Je kunt namelijk gewoon je eigen woning, je eigen idee uh, realiseren. Uh, Vandaag. Uh, gaan we het eerst koopcontract tekenen. We hebben behoorlijk veel belangstelling voor dit soort woningen. We hebben de 30 nu in de aanbieding. We willen uiteindelijk komen tot 160. Maar de eerste 30 die zijn eigenlijk allemaal al uh, vergeven. Dus de animo is groot? Ja, heel erg groot. Dus we gaan ook kijken of we vervolg kunnen geven. Dat hebben we de volgende 30 al kunnen starten. Misschien op een andere plek in de Waalsprong. Maar er is heel veel animo voor. In het tweede deel van het werkbezoek ging minister Blok naar Hatert. In deze wijk ging hij in gesprek met bewoners, de gemeente en de corporaties Portaal, Talis en Woongenoot over het ondoen van de term krachtwijk. Bewoners, gemeente en corporaties hebben de minister dit verzoek onlangs nog gedaan. Het uh, is voor ons een belangrijke dag, uh, in ieder geval voor de bewoners van Hatert, dat vandaag uh, minister uitspraak zal doen of de Hatert uh, van de krachtwijk een lijst af kan... En uh, nou, wij verwachten uh, en hopen uh, natuurlijk dat de minister daarop positief reageert. En uh, dat zou heel mooi zijn voor alle inspanningen die buurtbewoners en wij met alle instellingen en gemeenten ingeleverd hebben. Ja, waarom is het zo belangrijk om van die term Krachtwijk af te komen? Nou, het is belangrijk omdat uh, afgelopen uh, jaren, zo pakweg vier, uh, ongeveer vier tot vijf jaar... Enorme uh, werk geleverd is. Uh, waar Haat het uh, toch een behoorlijke uh, positieve ontwikkeling doormaakt. Uh, het gaat gewoon uh, goed met Haat het. En dat is toch een beetje wrang dat het, uh, ondanks dat het zo goed gaat, uh, zo'n stempel van een probleemwijk uh, opstaat. Denkt u dat hij overstag gaat? Nou, we zullen zien. Uh, we zullen hem ook in contact brengen met bewoners. Uh, die uh, hem ook zullen vragen om, de, om die wijk van de lijst af te halen. En vanmiddag horen we of dat uh, gaat gebeuren. Gelders commissaris van de koning en VVD'er Clemens Cornielje ontkent dat hij alleen namen van VVD-kandidaat heeft doorgegeven voor de burgemeesterspost in Arnhem. Volgens direct betrokkenen bij de benoemingsprocedure heeft Cornielje zeven VVD-kandidaten naar voren geschoven. De vertrouwenscommissie wilde ook twee andere kandidaten van andere partijen bespreken en uiteindelijk kreeg cda jarer Herman Kaiser deze baan. En de weekendafsluiting van de Waalbrug bij Nijmegen voor doorgaand verkeer heeft niet tot grote verkeersproblemen geleid. De Waalbrug en de Prins Mauritsingel waren van zaterdagavond 7 uur tot en met maandagochtend 6 uur afgesloten. Omdat er aan de noordkant, dat is in Lent, aan de weg werd gewerkt. Het viaduct van de zogeheten Lentse Lus is daar weggehaald. Ter vervanging is er over de weg een fietsbrug geplaatst. Scholen die zonnepanelen op hun dak willen, maar de financiering niet rond kunnen krijgen, kunnen hun wens toch gerealiseerd zien. Er is een constructie mogelijk waarbij scholen de panelen via een vorm van uitgestelde betaling aanschaffen. Nederlandse scholen kunnen hiervoor lenen bij het Rijk, zolang de gemeente of andere partijen garant willen staan. De gemeente Arnhem weigert dit. De directeur van Greenspread, een duurzaam energiebedrijf uit Arnhem. Zegt nu een oplossing te hebben? Wij hebben bedacht dat scholen niet langer zelf hoeven te betalen voor de zonnepanelen, maar dat wij dat doen en uh, dat de school dus gebruik kan maken van zonne-energie zonder zelf de investering te, ho te hoeven doen. Dat betekent dat wij eigenlijk de, uh, de kilowatturen uit de zonnepanelen uh, afrekenen met de school en dat we ze daarmee volledig ontzorgen. Dus ze hoeven niet. Uh, zelf de installatie te bedenken of te bouwen, ze hoeven niet te onderhouden, maar ze hoeven alleen ons te betalen per kilowattuur die uit die zonnestroominstallatie afkomstig is. En wat is jullie belang bij dat scholen alsnog de zonnepanelen kunnen aanschaffen, want jullie verdienen er zelf niks mee? Nou, eigenlijk verdienen we er zelf dus wel wat mee, doordat wij de uh, duurzame energie uit de zonnepanelen verkopen aan de school. Uh, daar maken wij een stukje rendement op, maar de school die krijgt na vijf, na tien of na vijftien jaar het eigendom van de panelen eigenlijk om niets overgedragen. En daarna profiteren de scholen nog jarenlang van gratis stroom eigenlijk en het is dus eigenlijk een klassieke win-win situatie. En zijn er al scholen die zich hebben aangemeld of die interesse hebben getoond in dit voorstel? Zeker, we merken dat er heel veel interesse is. We hebben een aantal scholen nu uh, op het lijstje staan die via deze constructie uh, ja, gebruik maken van, zo van zonne-energie. In Herveld, de sint willy In Tiel, school de Achbaan bijvoorbeeld. En uh, ja, we merken gewoon dat er heel veel interesse voor dit, uh, deze constructie is. Omdat ja, toch de meeste scholen zien zich geconfronteerd met het feit dat ze niet zelf de financiering voor de uh, zonnepanelen kunnen organiseren, wel gebruik willen maken van zonne-energie. Nou ja, met deze oplossingen uh, tackelen we eigenlijk dat probleem en uh, ja, kunnen ze alsnog de voordelen van zonne-energie ervaren. Ja. En er zijn best wel veel scholen die buiten de boot vielen. Kunnen deze zich allemaal aanmelden of is het wie het eerst komt, wie het eerste maalt? Nou in principe hebben wij nu een kredietfaciliteit waarmee we de financiering voor 150 basisscholen in Gelderland op deze manier kunnen gaan vormgeven. Um, Tegelijkertijd merken we dat er ook buiten Gelderland al heel wat uh, interesse is voor deze constructie. Nou ja, uh, daar proberen we ook oplossingen voor te vinden door samenwerking aan te gaan met uh, lokale fondsen en met de banken met wie wij ook samenwerken voor deze constructie in Gelderland. In principe kunnen we moeiteloos aan die vraag voldoen tot nog toe. Dus uh, wat ons betreft uh, kunnen alle scholen ons bellen. Kunt u nog uitleggen wat het verschil is tussen jullie project en het project van Slim Opgewekt? Nou, in principe is de methodiek overeenkomstig dat de school niet zelf hoeft te investeren, maar het grote verschil in deze is dat uh, wij de financiering zelf organiseren en eigenlijk al helemaal gereed hebben liggen om daadwerkelijk ook direct 150 scholen op deze manier van zonnepanelen te. Dus daar zit uh, met name het verschil in, plus het feit dat wij geen gebruik maken van subsidies of uh, garantstellingen van de gemeente zijn ervoor niet benodigd, omdat wij ja, achter de schermen die financiering dus helemaal op orde al hebben. Scholen vinden het belangrijk om duurzaamheid in hun onderwijs uit te dragen. Er zijn al verschillende scholen in de stad die met de zonnepanelen op het dak in de eigen energiebehoeften voorzien. Daaronder zijn vijf basisscholen die onder de besturen Delta en De Basis vallen. De daling van de waterstand van de Rijn bij Lobitz zet de komende dagen door. Dat meldt Rijkswaterstaat. Door nieuwe neerslag in Zwitserland en het zuiden van Duitsland zal de daling in de loop van de week mogelijk wel vertragen. Het water staat op dit moment op ongeveer 13,15 meter. 15. Dat is ongeveer een halve meter lager dan de hoogste stand van afgelopen vrijdag. Vanwege het hoge water ging ook het ruimen van een vliegtuigbom in de uiterwaarde van de IJssel bij Westervoort in Gelderland zondagochtend niet door. Het actief comité binnenstad Nijmegen en het bedrijf Lok 7000 gaan samen het openingsfestijn voor de Stadsbrug in Nijmegen op 23 november organiseren. Tot en met 8 juli kan iedereen hiervoor suggesties indienen en zelf programma's aandragen. Zolang het maar financieel haalbaar en veilig is en past op de locatie, dat is onder de bogen van de brug, dan kan iedereen zijn ideeën kwijt bij de organisatie. Een commotie rond het Koning Willem-Alexanderplein in Duiven, want volgens de ambtenaren is dit niet echt een plein. Sinds het bezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op 30 mei aan Duiven, heet het terrein voor het gemeentehuis het Koning Willem-Alexanderplein en niet meer de Kastanjelaan. Aan de criteria van een plein voldoet de locatie niet, want het gaat namelijk om een plantsoen en de parkeervakken tegenover de hoofdingang van het gemeentehuis. De enige manier om het zwembad in de Nijmeegse wijk de Meihorst van Sluiting te redden, is als de wijkbewoners het zelf in beheer nemen. Waarmee enkele leden van het wijkplatform De Zevensprong dukenburg een Nieuwe beheerstichting kan volgens hen ook het gebruik van het bad vergroten. Waarom is het zo belangrijk dat sportfondsbad sportfondsebad Dukenburg open blijft? Het is belangrijk omdat in Dukenburg allerlei voorzieningen verdwijnen of dreigen te verdwijnen en mensen al jarenlang het gevoel hebben dat ze niet serieus worden genomen in het gemeentehuis of zeg maar aan de andere kant van het kanaal. Ik ben hier pas sinds september actief en ik merk dat iedere keer in gesprekken dat mensen het gevoel hebben wij tellen niet mee. Daar zijn wat vertrekken bij gekomen. Denk aan het de sluiting van het politiebureau, denk aan het verdwijnen van een WMO uitleenpost en mensen worden daar heel erg gedesillusioneerd door. En omdat wij vinden dat dit zwembad ook echt tot de WMO-voorzieningen behoort, hier zijn veel oudere mensen die zeggen: zolang ik kan zwemmen, hoef ik niet naar de dokter, dus tel uit je winst. Vinden wij dat dit zwembad open moet blijven en dat we dat dan ook in eigen beheer zouden willen doen. Het wordt veel gebruikt door wijkbewoners en met name ook de ouderen. Het wordt vooral gebruikt door ouderen en uh, hele jonge kinderen. Maar bijvoorbeeld ook een hele specifieke doelgroep als een stel een dames van middelbare leeftijd van Marokkaanse origine. Die hier alleen maar durven te zwemmen en mogen zwemmen wanneer alle gordijnen dicht worden gemaakt. En bij de andere baden in Nijmegen bestaat zo'n voorziening eenvoudigweg niet. Dus wanneer dit bad zou sluiten komt dat voor die mensen onmiddellijk te vervallen. Ja en toen dacht u ik neem contact op met de bewonersplatform De Zeversprong. Nou, wij vonden in de WMO-werkgroep eh, dat dit iets was waar we ons mee bezig moesten gaan houden. En omdat de lijntjes met eh, de voorzitter van de sprong sowieso heel erg kort zijn, waren we er snel uit dat we daar gezamenlijk actie in gingen voeren. Zij hebben vooral de, de, de zorg gedragen voor de handtekeningen, samen met nog iemand, dikke, bij de 7000. En wij van onze kant hebben het een beetje pragmatisch een beetje uitgedacht van wat zou een goede vorm zijn. En met die vorm zijn we gaan onderhandelen, ook richting wethouden. Het wijkplatform wil bij eventueel zelfbeheer wel gewoon gebruik blijven maken van gediplomeerde badmedewerkers. Het de Sportfondsen, de huidige exploitant, wil het platform binnenkort om de tafel over de mogelijkheden. Wat wij willen is dat. De gemeente wil er vanaf. Dat mogen duidelijk zijn. Er zijn twee mogelijkheden: of helemaal het zwembad sluiten, zegt de gemeente, BMW in dit geval, of een zelfbeheer. Dat zelfbeheer, dat moeten we nog helemaal onderzoeken door wie we dat kunnen laten doen. Dat kan een uh, commerciële uh, zwembaden-exploitant zijn. Of uh, het kan zwemverenigingen uit Nijmegen zijn, aangevuld met uh, vrijwilligers uit Dukenburg. Ja, je probeert ook met, met de huidige exploitant uh, Sportfonds bad om de tafel te gaan zitten? Ja, daar hebben we binnenkort een afspraak mee om uh, samen het bad te bekijken. En eens door te filosoferen wat zijn de mogelijkheden maar... Uh, Sportfondsen hoeft niet de enige te zijn. Ik denk bijvoorbeeld ook aan uh, Aquafit, Aquanovio, uh, een grote zwemvereniging in Nijmegen, die wellicht ook iets kan betekenen. We hebben begrepen, we hebben er gelukkig de tijd voor. Want tot juli volgend jaar zal er niks gebeuren. Ja, en dan moet uh, toch de nieuwe organisatie of de nieuwe beheerstoestand uh, 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 klaar zijn. De Nijmeegse gemeenteraad bespreekt woensdagavond de toekomst van het zwembad in de Meijhorst.